Ja, de Almelo Cup houdt in vier vrijdagavonden spelplezier. Elke avond worden drie potten gespeeld. We spelen op vanavond natuurlijk 11 maart, 25 maart, 1 april. Ja, het slotstuk natuurlijk op zaterdag 30 april. Een hele dag spelen en dan moet alles tot zijn apotheose komen. Met een drietal pools, een A, een B en een C-pool. De A-pool natuurlijk de beste spelers. Maar iedereen heeft plezier en iedereen maakt kans op prijzen. Maar het belangrijkste is dat we het gezellig met elkaar hebben. Dat we het goed met elkaar hebben. En ja, dat we eindelijk weer mogen spelen. Hoe is het met de deelname? De deelname is goed. We zitten op dit moment op ruim 30 teams. 32 tot 34 teams. Normaal hebben we de 40, maar hier zijn we absoluut tevreden mee. Ja, dus we kunnen nog wat meer teams kwijt. Dus in principe 44 teams. Dus er zouden nog 10 bij kunnen komen. Helaas is dat niet zo. Gedeeltelijk door corona. Maar we gaan lekker spelen. En als het slecht weer is, ja, we hebben een super mooie binnenbaan. Dus met de hal. Dus wat kan er gebeuren? Zijn het allemaal leden van de TOS die hier spelen? Of zijn er ook nog andere mensen bij? Groot gedeelte Oost-Nederland. We hebben gelukkig weer een hele grote club Duitsers. Noton met name. Dus gemêleerd gezelschap. Dus goed gezelschap. Prima zo. We zijn hier tevreden mee. Hier moeten we tevreden mee zijn. Wat zijn de prijzen die te verdienen zijn? Het zijn deze keer geen geldprijzen, maar men kan grote boodschappenprijzen winnen. Die worden gedeeld door de sponsoren beschikbaar gesteld, een gedeelte door ons als club beschikbaar gesteld. En daar speelt men om. Dus we keren niet op geld, maar om de goederen. Iedereen mag meedoen. Dus mits ze een coronabewijs natuurlijk hebben wat tegenwoordig is, maar voor de rest iedereen mag meespelen. Mits ze een compagnon hebben. Ook als je nog nooit een bal in de handen hebt gehad? Ook als je geen bal in de handen hebt gehad, speel lekker mee. Dan zul je misschien niet in de A-pool komen, maar wel in de C-pool. En dan kun je ook lekker meespelen. Was jij bang dat dit toernooi helemaal niet door kon gaan vanwege de corona? Ja, we hadden al scenario's liggen om het ook een stuk op te schuiven. Dus om een latere datum te gaan spelen, zodat we wel konden spelen dit jaar. En dat is gelukkig hebben we de eerste avond kunnen halen. En nu hopen dat de andere vier datums die nog staan, dat we die ook gewoon lekker kunnen doorkomen. En dat iedereen gezond blijft natuurlijk en kan spelen. Ja. In principe komt er uit de A-pool natuurlijk de winnaar voor het hele toernooi. Maar de B-pool komt er winnaar uit, de C-pool komt er winnaar uit. Dus we hebben op de diverse niveaus meerdere winnaars. En die zijn natuurlijk net zo goed en die doen net zo goed hun best. Ja.